Colwijn Siktersson, van harte gefeliciteerd met de 2-1 overwinning op Feyenoord. De allereerste, een wedstrijd waar alles in zat. Ja, het was een gekke wedstrijd. Het begon onderuit met 1-0. Ja, ongelukkige goal. Maar goed opgepakt de eerste helft. En kwam met 2-1 voor. En had die wedstrijd weer onder controle in de rust, vond ik. Ja, na rust was het heen en weer. En wel een hele zware wedstrijd. Maar uiteindelijk gewonnen, dat is het allerbelangrijkste. Je zei al, ik wil belangrijk zijn voor Ajax. Vandaag was je dat in deze belangrijke wedstrijd. Ja, absoluut. Dat spreekt aan met 2 goals natuurlijk. En dat wil ik zo graag. Maar ik kreeg veel ballen vandaag. En dat is mijn kwaliteit natuurlijk. En dat heb ik laten zien dat ik dat kan. Ja. 30e minuut, jullie staan 0-1 achter, krijg je penalty. Was het duidelijk dat jij hem ging nemen? Ja, dat hadden we afgesproken eigenlijk een paar maanden, maar we krijgen nooit een penalty. Dus eindelijk wel. Ik heb hem goed binnengeschoten. Ja, want als je op zo'n moment in zo'n belangrijke wedstrijd de penalty moet nemen, dan moet je wel een coole kikker zijn. Dus het is nu Colwijn de coole kikker. Ja, Colwijn de coole kikker, absoluut. En, mooi vond ik en, dat we hebben gewonnen. En, dat is, we hebben nu 6 punten. En het was een heel belangrijke wedstrijd om niet slecht te beginnen met twee verliezen hebben. En dat is natuurlijk, beide teams hadden geen goede positie voor dit duel. Dus goed dat wij niet hebben verloren. Ja, nog even terugkomen op de 2-1, de schitterende voorzet van Ruben Lijon. En zo wil je ze altijd wel inkoppen. Ja, het was... We hebben afgesproken, ik en Ruben, we hadden getraind in training gisteren en eergisteren. Dus mooi dat het zo uitpakt en dit moeten we meer doen. Ik ga je vaker terugzien. Absoluut, ja. Ik moet ook Ruben laten zien dat hij een goede voorzet kan geven. En dat moet hij zeker doen, zo vaak. Er komt een lijst omheen. Ja, absoluut.